Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Ik ga deze keer weer verder met de opname die ik al eerder gemaakt heb van de zanger Johnny Jordaan, die zo'n mooie langspeelplaat heeft gemaakt, Uw Koninkrijk Komen, waarin hij van die oude, prachtige liederen zingt die we vroeger zo gemakkelijk met z'n allen konden zingen in samenkomsten. Ik heb in de vorige uitzending heb ik kant A gedraaid en nu ga ik met u kant B draaien. Hij gaat beginnen met Ruw Houten Kruis. Een overbekend, maar mooi lied. Die me elke keer weer ontroert, omdat het gaat over het volbrachte werk van die gezalfde koning van Israël, die voor ons mensen naar dat kruis is gegaan, om op een afschuwelijke manier voor ons te sterven, zodat wij vrij van zonden kunnen worden en eeuwig leven ontvangen. Dit moeten we nooit vergeten als we zo'n lied horen. Op een heuvel ver weg zie ik een ruwhouten kruis. Een beeld is het van schande en smart. En ik klem aan dat kruis, want daar stierf eens mijn Heer om te helen gebrokenen van hart. Daarom meen ik het kruis, het ruwoude kruis, tot verwinnaar. Ik zal staan voor Gods troon. Ja, ik klem aan dat kruis, het ruwoude kruis, tot omhoog ik het ruil voor een kroon. O, dat ruwoude kruis, door de wereld veracht, heeft de wondere bekoring voor mij. Want voor mij ook droeg hij het naar bang Golgotha, om te maken van zonde mij vrij. Daarom meen ik het kruis, het ruwoude kruis, tot verwinnaar. Ik zal staan voor Gods troon. Ja, ik klem aan het kruis, het ruwoude kruis, tot omhoog ik het ruil voor een kroon. Het ruwoude kruis vloeide het reinigend bloed, toen Jezus daar leed en stierf. Ja, het was hij die aan het kruis zo wreed en zo ruw mij verlossing en vrede verwierf. Daarom meen ik het kruis, het ruwoude kruis, tot verwinnaar. Ik zal staan voor Gods troon. Ja, ik klem aan het kruis, het ruwoude
kruis tot omhoog. Ik het ruil voor een kroon. Aan dat ruwoude kruis blijf ik immer getrouw en deel in zijn schande en hoon. Want als ik volg waar God leidt, heeft hij thuis mij bereid een schoon, onverwelkelijke kroon. Daarom min ik het kruis, het ruwoude kruis. Tot verwinnaar, ik zal staan voor Gods troon. Ja, ik klem aan het kruis, het ruwoude kruis. Tot omhoog ik het ruil voor een kroon. Dit prachtige lied, wat John Jordaan met zoveel overtuiging heeft gezongen, heeft een diepe eeuwigheidswaarde. Dit is wat we nooit moeten vergeten bij het beluisteren van deze muziek. We krijgen eeuwig leven. Daar staan we niet altijd bij stil om dat grote cadeau wat God aan ons heeft gegeven in zijn Zoon, eeuwig leven. Op aarde leven we maar tijdelijk. 70, 80 jaar, zegt de Bijbel, spreekt daarover in psalmen. Maar God wil dat we met hem eeuwig leven. En die mogelijkheid hebben we gehad door berouw en bekering en door wedergeboorte. In de vorige opname heb ik gelezen uit het evangelie van Matthäus en daar wil ik graag mee doorgaan. Ik ben gekomen bij hoofdstuk 8. Daar staat het kopje de genezing van een melaatse. Het is zo prachtig om te lezen wat de Heer Jezus tijdens zijn openbare leven heeft gedaan. Het zijn 4 versen, maar met een grote betekenis. Nadat hij, dus Jezus, nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende: Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zei tot hem: Zie toe dat gij aan niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priesters en offer de gaven die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. 4 verzen met een grote betekenis. Hier laat de Heer Jezus zien dat hij macht heeft om mensen te genezen en dat hij het ook wil. Dat wil hij vandaag aan de dag nog steeds doen, met u en met mij. Als we naar hem toe gaan en diezelfde vraag stellen als diegene die mij laatst is en zei: Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen, schuine streep, genezen. Mijn diepe overtuiging is dat dat waar is. Want de Heer Jezus zegt van zichzelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daar gaat onze vriend ook weer van zingen in lied nummer 2. Hij zegt: Hier is ons leven. En dat gaat hij zingen met een koor.
Dagelijks hoor je zoveel mensen als maar klagen. Meestal over dingen zonder iets van waarde. Maar dan denk ik vaak aan een beminnelijke man. Die voor ons kwam hier op aarde, hoor zijn stem en luister dan. Hier is ons leven door hem gegeven. Hier zal zijn leven jong prijs moest geven. Als de sterren aan de hemel staan te stralen, sla je ogen dan eens op en kijk naar boven. En wees dankbaar voor het wonder om je heen. Want dat moet je wel geloven, dat kan hij, ja hij alleen. Hier is ons leven door hem gegeven. Hier zal zijn een antwoord op de vragen van de mensen. Geef ze raad en zeg een woord van liefde en blijheid. En vertel ze over hem die ons bemint. Dat wij kinderen zijn in vrijheid. Luister goed, je bent zijn vriend. Hier is ons leven. De woorden waren: Heer, hier is ons leven. Heel belangrijk. Terwijl ik zit te luisteren, als deze plaat natuurlijk draait, dan kan ik mooi meeluisteren door de koptelefoon, dan zit ik ondertussen in mijn Bijbel te lezen in dat prachtige evangelie van Matthäus. Dan ben ik gekomen bij de hoofdman te Kafarnaüm. Er zijn allemaal stukjes waar het gaat over genezen van mensen. Dit is ook een heel belangrijk stuk om eens op uw gemak te lezen. Ik raad u ook aan om ook tijdens het luisteren uw eigen Bijbel te pakken en mee te lezen. Want die Geest van God wil door zijn woord met u praten. Toen hij nu de Kafarnaüm binnenging, dus Jezus, kwam een hoofdman tot hem met een bede. Die hoofdman was dus een officier van het Romeinse leger. En zei de Heere, mijn knecht ligt thuis verlamd, met hevige pijn. Hij zei dat hem, zal ik komen en hem genezen? Dat zegt dus Jezus. Doch de hoofdman antwoordde, zei de Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt. Maar nu zegt hij iets heel belangrijks. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Wat had deze hoofdman een geweldig geloof en vertrouwen in die Messias van Israël. Want hij legt dat uit waarom hij dat zegt. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij en ik zeg tot de een ga en hij gaat heen. En tot de ander kom en hij komt. En tot mijn slaaf doe dit en hij doet het zo. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg u dat velen zullen komen van oost en westen zullen aanleggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zeide tot de hoofdman, ga heen. U geschiedde naar uw geloof en de knecht genas juist op dat uur.
Ik denk dat hier heel veel preken over gepreekt zijn. Maar de intentie ligt wat Jezus zegt. En daar gaan heel veel predikers aan voorbij. Hij zegt: voorwaar, ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. En aangezien u en ik van Israël afstammen als een van die verloren stammen, ons land behoort tot de stam Zebulon, vind je in ons land geen geloof meer in de Messias van Israël. Want Jezus legt dat uit. Hij zegt in vers 11, ik zeg u dat velen zullen komen van oost en westen, zullen aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemel. Dat is het koninkrijk wat de Heer Jezus gaat herstellen op aarde. Velen zullen komen en denken, ik ben van Israël, ik kan zo dat koninkrijk naar binnen gaan. Maar Jezus zegt iets anders. Als we dus niet wederom geboren zijn, dan zegt hij, maar de kinderen van het koninkrijk, dus die Israëlieten, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en tandengeknars. Je identiteit van Israël wil niet zeggen dat je behouden bent. Je moet berouw en bekering en wedergeboorte en gedoopt zijn door onderdompeling. Dat is wat Jezus zegt. Anders kan je dat koninkrijk van God niet binnengaan. Dit staat in een paar versen in dat hoofdstuk van Matteüs. En daarom is het zo belangrijk. En Jezus zegt tot die hoofdman, gaat heen en u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dit uur. Hier wordt de nadruk opgelegd in de prediking. En dat is juist, dat is waar. Maar het andere moeten we ook niet vergeten. Wij moeten vanuit dat geloof leven en werken. Prachtig als je deze dingen van de Heilige Geest mag leren. Nou, John Jordaan die gaat het volgende lied zingen in het Hemels Tehuis. Zo vaak aan het land, aan het schone gouden strand, waar bij de stroom de levensboom uit Eden is geplant. In het hemelste huis, zo schoon, is ook mij bereid een woon, waar aller monden den lof verkonden van hem die zit op den troon. Den blik omhoog gericht, waar Jezus is het licht. Geen strijd is meer daar, geen leed of gevaar, waar al het duister zweeft. In het hemels tehuis zo schoon, is ook mij bereid een woon, waar aller monden den lof verkonden van hem die zit op den troon. Mijn ziel verlangt zo zeer te zijn daar bij den Heer.
met hem te horen zijn stem, te zingen tot zijn eer. In het hemels, de huis zo schoon, is mij ook bereid een woon, waar aller monden den lof verkonden van hem die zit op den troon. Maak hier mijn ziel bereid voor al die heerlijkheid. Mijn hart is nu gewijd gans aan u en blijven dat altijd. In het hemels, de huis zo schoon, is ook mij bereid een woon, waar aller monden den lof verkonden van hem die zit op den troon. Prachtig lied. Als je er aandachtig naar luistert, dan kom je tot die kern van de inhoud van het evangelie van het koninkrijk. Hoofdstuk 8 van Matteüs, vers 14, staat weer een prachtige genezing. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hem. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem en hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren, waren genezen. Hij genas allen. Nou komt het vers 17. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Veel theologen gaan eraan voorbij dat de Heere Jezus een eigen Bijbel had. Namelijk het Oude Testament. Mozes, Psalmen en de profeten. Want de Heere Jezus had geen Nieuw Testament, want die was nog niet geschreven. Hij is dat levende woord geworden. En daarom staat in dit stukje van Matteüs 8 wat in het Oude Testament opgeschreven stond. Dus Jezus kwam om het woord van zijn vader in vervulling te brengen. Daarom genas hij de schoonmoeder van Petrus en alle andere mensen die bezeten waren. Als je dat leest, velen waren bezeten. Dat wil zeggen, ze waren door demonen overmand. Tegenwoordig denkt men dat niet meer en gelooft men dat niet meer, maar het woord van God zegt dat ons. Tegenwoordig hebben we psychiaters en psychologen die allerlei kletsverhalen proberen dat uit te leggen. Maar Jezus wierp ze uit met zijn woord. Wij mensen zijn dikwijls met vele demonische krachten bezet, omdat we dat toelaten in ons leven. Ik zou er heel veel over kunnen zeggen, maar daar is deze uitzending eigenlijk niet voor. Maar ik wil er u op attent maken. Jezus is gekomen opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja. Hij, Jezus, heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft hij genezen en gedragen. Je moet soms heel goed lezen.
ik heb nog wel eens de gewoonte, dat probeer ik ook af te leren, om te snel te lezen. Dan struikel je over je eigen woorden en dan komt dat woord van God niet bij je binnen. Ik zeg dat ook zo, omdat ik dat ook zo ervaar. Want ik zou natuurlijk heel graag met een prachtige stem zo'n uitzending willen maken, dat ik het helemaal perfect zou kunnen doen. Maar ik ben niet perfect, ik ben maar gewoon een mens met al mijn zwakheden. Maar ik probeer wel zo goed mogelijk dat woord van God bij u thuis te brengen en ook in mijn eigen hart opnieuw. Jezus kent al onze zwakheden. Dat is een meervoudsvorm. En die heeft hij op zich genomen. Dat moeten we bedenken. Want deze uitzending is niet bedoeld om alleen maar een mooie plaat te draaien van John Jordaan. Maar ook om dat evangelie van verlossing van het koninkrijk. Om dat thuis te brengen bij mijn volksgenoten. Dat is mijn allergrootste wens. Het volgende lied wat Johnny gaat zingen. Dat heet De Stilte. Of In de Stilte. De stilte op de Begijnhof in lawaaiig Amsterdam vond ik plots iets van de vrede waarvoor zoveel wordt geleden. Christus op de wereld kwam. De stilte op het Begijnhof gaf die vrede mij het licht. Op de Godverwante woorden waarvoor mensen Christus moorden in het duister van hun zicht. Houden van je even naaste, net als van je eigen ik. Dat betekent in je leven helemaal jezelf te geven, ook wanneer je dat niet schikt. Stilte op het Begijnhof in lawaaiig Amsterdam heb ik nog maar heel benepen voor de eerste keer begrepen waarom Christus bij ons kwam. Ja, ook een prachtig mooi lied. John Jordaan is natuurlijk een echte Amsterdammer en hij is natuurlijk in dat hofje geweest. Dat is heel frappant, want midden in, die drukke stad Amsterdam vind je zo'n prachtig hofje waar werkelijk die stilte is. En ik denk dat hij daar een beetje heeft zitten mediteren en zo dat evangelie op zich heeft laten inwerken. Anders kan je zo'n lied niet zingen. Het moet in je hart binnenkomen. Dat evangelie van het koninkrijk van verlossing.
Het volgende stukje in Johannes 8, vers 23. En ik vind het altijd zo mooi dat die vertalers in de Bijbel altijd van die kopjes erop zetten met een titel. Daar gaat het over de storm op het meer. Heel veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken hoe een storm is. Nou staat hier op een meer, maar een storm op een meer kan net zo erg zijn als een storm op zee. Ik spreek uit ervaring, want in mijn vroegste jeugd ben ik ook zeeman geweest, op kustvaarders, en ik heb menig storm meegemaakt en ik weet wat een indruk dat maakt op mensen en ook toen op mij. Vers 23 vertelt ons het begin. En toen hij, Jezus, in het schip ging, volgde zijn discipel hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. En zij kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En hij zei tot hem, waarom zijt gij bevreesd, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. De Heer Jezus stapt in die boot. En hij gaat slapen. Hij ging onbekommerd liggen. Velen van ons doen dat ook in ons leven. We zijn onbekommerd. Totdat er een storm opsteekt in je leven. En dan raakt men in paniek. Ook dat ken ik in mijn persoonlijk leven. Dat er een paniek kan zijn. Als je hoort van de dokter dat je ongeneeslijk ziek bent geworden. En dat ben ik. Ik ben een dialysepatiënt geworden. Dan gaat de grond onder je voeten weg. Of met andere woorden, de golven van die storm worden groter. En ook ik heb gezegd, zoals deze discipelen in die boot, Heere, red ons. Maar Jezus zegt dan ook weer tegen mij, maar gij kleingelovige. En toen ik dat weer opeens weer las, toen dacht ik, ja, mijn geloof is dikwijls te klein, want Jezus weet wat wij nodig hebben. En hij staat op en hij bestraft die winden. Dat doet hij ook in ons leven. Hij zal die storm in ons leven zal die bestraffen met zijn machtig woord. Dat is de les die Matthäus heeft opgeschreven. En als dat dan gebeurt dat Jezus ons leven weer stil heeft gemaakt, verwonderen wij ons en denken, net als die mensen, wat voor iemand is deze dat hij ook de winden in ons leven gehoorzamen en stil worden. Heerlijk om daarover na te denken. En weet u, je hoeft je nooit te schamen als je in een storm bang bent geworden. Je hoeft je nooit te schamen als in je leven dingen zijn gebeuren waardoor je het niet meer ziet. Maar gaat tot die gezalfde koning van Israël. Dat is ook mijn ervaring als je naar hem toe gaat. Johnny gaat nou zingen, Mijn Jezus. Nu hoor ik de stem van Jezus, Hij die mij een teken gaf. Toen Hij met zijn hand mij raakte en liet vol mijn zonden vergaf. Mijn Jezus, Heer en Meester, ik leef en blijf uw eigen kind.
Ik ken uw naam. U bent mijn vriend, mijn Jezus, die mij bemint. Alles is in mij veranderd sinds de dag dat ik hem ken. Daarom ben ik zo gelukkig nu ik voorgoed een kind van hem ben. Mijn Jezus, Heer en Meester, ik leef en blijf uw eigen kind. Ik ken uw naam, u bent mijn vriend, mijn Jezus die mij bemint. Fijn om te weten dat Jezus ons bemint. Ik heb in dat eerste gedeelte behandeld in Matteüs hoofdstuk 6 een belangrijk onderdeeltje. In hoofdstuk 6 vers 25 staat er over bezorgdheid. Ik wil dat graag nog een keer met u behandelen. Dat is zo ontzettend belangrijk. De Heer Jezus zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, dat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogel des hemels, zij zaaien niet en maaien niet, en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet ver te boven. Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet, en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal Hij u niet veel meer kleden. Klein gelovige, maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Dat wil zeggen, volkeren buiten Israël. Maar ook Israëlieten hebben er een handje van. Om het buiten God om te zoeken. Want, zegt Jezus, want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Nu komt het, vers 33. Een hele belangrijke opmerking van de Heer Jezus. Door zo weinigen begrepen. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dus Jezus zegt, zoek mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, de wil van God doen. Weinig mensen zoeken naar het koninkrijk van God. Ze denken, als ik naar de kerk ga, dan ben ik in dat koninkrijk van God. Of het koninkrijk der hemelen, dat zit in mijn hart. Er zijn allerlei theorieën en preken gepreekt over dat koninkrijk van God. Nee, zegt Jezus, je moet het zoeken. Dus je moet weten, wat zoek je nou? En in de Bijbel is het koninkrijk van God, het volk Israël.
het volk Israël onder koning David en Salomo, die later in twee koninkrijken werd gesplitst, omdat Salomo zo ernstig had gezondigd. Datzelfde koninkrijk, die 10 stammen, die naar de ballingschap gingen naar Assyrië, waar ze nooit uit zijn teruggekeerd naar het beloofde land. Dat koninkrijk, wat verloren was, waarvan Jezus de koning is, maar ook de goede herder, want Israël wordt ook de schapen van God genoemd, die is gekomen om dat koninkrijk te verlossen. En wij als Israëlieten kunnen terugkeren naar dat koninkrijk, maar we moeten het zoeken. En ik ben God zo ontzettend dankbaar dat ik in mijn leven heb mogen leren dat wij als Nederlandse volk, onze blanke volkeren van Noordwest-Europa, behoren tot die verloren schapen van het huis van Israël. Toen ik dat gevonden had, kon ik Mozes en de profeten en de psalmen beter begrijpen. De Heer Jezus is gekomen om ons te verlossen. En nu kunnen wij, door berouw en bekering en wedergeboorte, terugkeren in dat koninkrijk van God op aarde. Want als Jezus terugkeert, zal hij op de troon van Israël gaan zitten. Daarom zegt hij, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan krijg je al die dingen die je zo als mens nodig hebt. Voedsel en eten en onderdak en al die dingen zullen je dan geschonken worden. En mijn ernstige bede is dan ook dat onze hemelse Vader ons door zijn Heilige Geest te onderwijzen om ons bij de Heer Jezus te brengen, die gezalde koning van Israël, om hem aan te nemen als onze persoonlijke verlosser. En dan zal die Heilige Geest ons helpen om ook onze identiteit van Israël te leren verstaan. Dat is wat wij doen als Ecclesia Evangelicorps Holland. Dit is wat we ook doen elke keer met een radio-uitzending die we geven onder de naam Ecclesia Radio. Dit heb ik geprobeerd ook weer met deze opname waar ik John Jordaan heb gebruikt. Die zo prachtig kon zingen, die mooie liederen die ons dichter aan het hart van die gezalde koning brengen. Johnny gaat dus verder met Eens. Heeft soms weinig waarde, vaak lijkt het alleen maar op een levenslange straf. Maar ik blijf geloven dat wij straks daarboven alles zullen krijgen wat de aarde ons niet gaf. Want eens zijn we allemaal gelijk, zonder een teken, arm of rijk. Dan gaat elke kleur door dezelfde deur. Eens zijn we allemaal gelijk, wat het leven ook mag geven, regen of zonneschijn. Eens zijn we allemaal gelijk, want in dat grote koninkrijk gaan we hand in hand zonder rang of stand. Eens zijn we allemaal gelijk. Zonder het dikke arm of rijk.
het leven ook mag geven, regen of zonneschijn. Eens zijn we allemaal gelijk, want in dat grote koninkrijk gaan we hand in hand zonder rang of stand. Eens zijn we allemaal gelijk, eens zijn we allemaal gelijk. Eens zijn wij allemaal gelijk in het Koninkrijk van God. Dit is de bedoeling. Dit is wat de Heer Jezus onderwezen heeft tijdens zijn openbare optreden. Hij heeft vanuit Mozes en de profeten de psalmen laten zien dat God zijn Koninkrijk op aarde gaat herstellen. Dat was de titel van deze boodschap. Uw Koninkrijk komen. Veel mensen denken dat als je doodgaat, dat je naar de hemel gaat. Dat is maar ten dele waar. God heeft verordineerd van voor de grondlegging der wereld dat hij een koninkrijk zal stichten die in eeuwigheid zal bestaan. De schrijver Lucas die zegt dan ook in hoofdstuk 1 van zijn evangelie vanaf vers 31... dat de Heer Jezus terugkomt op aarde om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. Dat was geen hemelse troon, maar een aardse troon over een aards koninkrijk. En dat hij over het huis van Jacob, de 12 stammen koning, zal zijn tot in alle eeuwigheid. De Heer Jezus keert terug naar deze aarde om zijn koninkrijk Israël te heroprichten, om op die troon van David te gaan zitten, om voor eeuwig te gaan regeren. Daar is heel veel over te zeggen. Over dat koninkrijk wat komen gaat. Maar ik heb geprobeerd met deze opname van John Jordaan u wat dichter bij het koninkrijk van God te brengen. En mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u daarbij helpen door zijn Heilige Geest in Jezus' naam. En Johnny besluit deze uitzending met het lied Dan ben ik bij hem. Ik weet dat eens de grote dag zal komen en niemand weet precies wanneer. Samen staan we rond de troon van Jezus, onze koning, onze Heer. Dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land. Dan ben ik bij hem als ik loop aan vaders hand. Bij het liefdesvuur dat daar oneindig brandt. Dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land. Bloemen, planten, vogels, alle mensen horen nog alleen zijn stem. Aarde, zon en maan, ja heel de schepping is in eeuwigheid van hem. Dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land. Dan ben ik bij hem als ik loop aan vaders hand. Het liefdesvuur dat daar een einde brandt. Dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land. Ieder hart zal naar die dag verlangen. Ieder hart dat Jezus kent. Dan komt pas de kroon op al zijn werken. Als je in de hemel bent, dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land. Dan ben ik bij hem als ik loop aan vaders hand. Bij het liefdesvuur dat daar oneindig brandt. Dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelse land.
dan ben ik bij hem als ik woon in het hemelsland.